leuk dat je kijkt naar deze shoplog. Ik heb een aantal leuke dingen in de sale en ook niet in de sale gescoord. En het leek me leuk om dat aan jullie te laten zien in deze video. Ik heb de afgelopen tijd online wat geshopt. Ik heb wat dingen uit de sale gekocht, maar ik ben echt dol op sale. Hoe leuk is het om dingen te scoren die eerst heel duur waren, waar je nu dan maar een tientje voor betaalt. Ik hou ervan. Ik ga het gewoon aan je laten zien. En met wat aanbeelden ook. Ja, ik heb er heel veel zin in. Ik hoop jij ook. Doe een duimpje omhoog als je ook zin in deze video hebt. En als je nog niet geabonneerd bent op dit kanaal, kan je dat doen. Blijf je op de hoogte van mijn video's. Wat je kan verwachten zijn Girl with a Pin video's. Dat ik pins uittest van Pinterest. Nog meer shoplogs. Complete outfits voor 50 euro challenge. En nog heel veel andere video's binnen beauty, fashion, lifestyle. Dus abonneer vooral. En dan ga ik nu beginnen met de shoplog. Ik begin even met een paar spullen die ik heb gekregen van Shizzy. En er zit nog een kettingje dat ik zelf heb gekocht. Als eerste heb ik dit superleuke make-up tasje gekregen. Daar staat op Wake Up and Makeup. Superleuk. En een soort make-up tasje. Maar nu heb ik er sieraden in. Als eerst een heel erg mooi horloge. Ik draag altijd een horloge als ik naar mijn werk ga. En als ik hem niet draag, nu draag ik hem bijvoorbeeld niet. Dan doe ik automatisch ook, hoe laat is het? Geen horloge. Dus ik draag eigenlijk ook als ik niet werk een horloge. Omdat ik anders voor paal sta dat ik telkens op mijn pols kijk terwijl ik geen horloge om heb. Deze is wit met zwart en heeft een soort marble printje. Heel erg leuk. En horloges van Shizzy en eigenlijk alles van Shizzy is super goedkoop. Dus daarom vind ik dit een hele leuke webshop ook. Dan heb ik nog een aantal dingen, maar dat zit nu allemaal in één hoopje in dat tasje natuurlijk. Dat was niet echt slim, maar goed. De laatste tijd draag ik ook heel graag enkelbandjes. En ik heb er één, maar die zit niet heel erg lekker omdat die best wel groot is en met een beetje scherpe puntjes ofzo. Maar ik heb nu deze van Shizzy en hij is heel erg mooi subtiel, dus waarschijnlijk zie je hem nu ook niet. Maar ik zal hem even van dichtbij laten zien. Het is dus eigenlijk gewoon een soort kettingmateriaal, maar er zitten ook kleine bolletjes op. Heel erg mooi en heel subtiel om mijn enkel. Ik hou ervan, dus ik ga hem meteen ook even omdoen. Ik vind enkelbandjes gewoon heel erg leuk en speels staan ook. Dan heb ik ook een ketting gekregen van hetzelfde materiaal. Zeg maar zo'n kettingsnoer met van die bolletjes. Ik weet even niet hoe ik het anders moet uitleggen. Maar ik denk wel dat je snapt wat ik bedoel. En deze heeft dan twee lagen. Dus dan heb je soort meteen twee leuke subtiele kleine kettingjes. Dus het is heel erg leuk om te combineren met andere kettingen. Ik vind hem heel erg leuk en heel erg mooi. Kan denk ik overal wel bij. Dus dat vind ik ook heel erg fijn. Dan heb ik ook nog een ketting besteld bij Lana Sieraden. Die ook in de knoop zit. Kan ik niet zo goed tegen. Ja! Nee! Shit, er zit nog steeds een knoop. Ik word er heel agressief van altijd. Als ik dan zulke soort priegel dingen en dan lukt het niet. En het is deze ketting. Zoals je ziet hangen er allemaal dingetjes aan en zijn kleine sterretjes. Heel erg leuk. En het is best wel een hoog kettingje. Dus het is leuk weer te combineren met het vorige kettingje. Het zijn allemaal leuke sterretjes waar ik heel erg van hou. Want ik heb hier ook in mijn oor. Oh, ik heb geen oorbel in vandaag. Oh. Nou, normaal heb ik hier altijd een ringetje met een maantje. En in mijn derde gaatje hier heb ik een sterretje op dit moment zitten. Dus ik dacht, het is wel heel erg leuk voor bij dat setje. Ja, ik vind het heel erg mooi. Ik hou ervan. En het, ja. Oh, het bungelt zo heerlijk ook. Dus dat is deze. En deze, hiervan weet ik toevallig de prijs. Deze is 15 euro. En ik had nog een kortingscode. Dus uiteindelijk betaalde ik nog iets minder. Dus vind ik ook heel erg tof. Ik zal ook even van alle items waar ik een linkje van heb. Ik heb niet van alles een linkje helaas. Zal er even het linkje in de beschrijving zetten. Dus van Shizzy en Lana Sieraden. Er komen een paar dingen van Ezels. Een paar dingen van Zara. Als ze nog online verkrijgbaar zijn, dan zal ik even een linkje in de beschrijving zetten. Zodat je het ook kan kopen. Mocht je dat willen. Dan gaan we verder met Ezels. Ik had een mega bestelling gedaan. Ik heb maar twee dingen gehouden. Dus heel erg goed. Als eerste, het eerste zit in dit doosje. En dit is namelijk een soort duo. Een horloge en een soort balletje. Ja, een soort balletje. Daarvoor kocht ik hem ook niet. Het is een sleutelhanger met zo'n pluizig konijnenstaartje. Noem je het zo? Geen idee. Ja, deze had ik niet per se hoeven hebben. Maar die zat er toevallig bij. Dus ik dacht, ja, waarom niet? En deze doe ik denk gewoon aan mijn zwarte crossbody tasje die ik in Praag kocht. Vind ik wel heel erg leuk. Speels staan. En dan, ja, kan ik ermee knuffelen misschien. Maar waar ik uiteindelijk dit setje verkocht was voor het horloge. Heel simpel, klein horloge, zwart met zilver. Eigenlijk de kleuren die ik altijd draag, zilver en zwart. Dus ik dacht, ja, deze moet ik hebben. Hier zie je hem, hij is lekker klein en een mooi leren koordje. Ik ga het meteen omdoen, dan kan ik weer zien hoe laat het is. En het leuke van deze set was dat hij eerst 30 euro was en nu 10.
Ik hou er gewoon van. Dus bij alles waarbij ik een goede deal heb gekocht, dan zou ik dat er even bij vertellen. Want ik vind dat gewoon super leuk. Dan kocht ik ook nog een broek bij ASOS. Een zwarte, lange, wijde pantalon. En deze heb ik op Instagram stories al laten zien. En toen kreeg ik heel veel de vraag, oh, waar komt die van? Maar hij is dus van ASOS Tallijn. De tallijn, daar heb je me al 100 keer over gehoord. Ik ben er echt lyrisch over. Ik ben zelf 1,86 meter. Dus best wel lang. En deze komt gewoon tot de grond en ik hou ervan. Hij is ook lekker hoog in de taille. Maar dat zal je ook in de aanbieding wel even zien. Ja, ik vind hem echt geweldig. Ik draag hem met heel veel liefde. Je kan hem heel netjes dragen. Bijvoorbeeld met chique sandaaltjes en een blouseje. Maar je kan hem ook stoer dragen met fans of een stoer shirtje bijvoorbeeld. Dus je kan hier alle kanten mee op en... ik vind het echt geweldig. Toen ben ik ook nog Utrecht in geweest. Dus niet van achter mijn computertje gewinkeld. Maar echt real life naar de winkels gegaan. Ik kwam toen thuis met één ding. Ik was met Daniel en die kocht dit keer meer dan dat ik deed. Ja, ik weet ook niet hoe het kan. Maar ik kocht deze trui bij Stradivarius. Die zit nu ook in Utrecht. En ik vind het een hele leuke winkel. Maar niet al die kleren die passen mij. Ik heb het gevoel dat die winkel heel erg voor wat kleinere dames is gemaakt. En ik ben gewoon geen kleine dame. Ik kan er ook niets aan doen. Ik ben gewoon groot. Maar deze trui is echt geweldig. Het is een roze trui. Sowieso ben ik de laatste tijd dol op roze. En er staat het MTV logo op met roze, blauw en groen. En de TV, zeg maar, is met zwarte pailletjes. Heel erg leuk. Hij is super zacht van binnen. Dus het is heel erg lekker voor van die koude zomeravonden. Dat je de hele dag in je jurkje bent. Maar dat je s'avonds denkt, oeh, wat koud. Ik trek mijn trui aan. En dan is dit heerlijk. Maar dit is ook voor in de winter lekker. Als je gewoon lekker... slonzig erbij wil lopen. Want ik draag niet zulke trui bijvoorbeeld naar mijn werk per se. Maar misschien ook wel. Ik vind hem heerlijk. Heel erg fijn. En deze was eerst 30 euro. En deze kocht ik voor 10 euro. Ah, heerlijk die sale. Toen heb ik ook voor het eerst een bestelling gedaan bij Zara online. Had ik nog nooit gedaan. En ik dacht de sale. Ik wil even wat scoren bij de Zara sale. Maar ik had geen tijd om naar de winkel te gaan. 'S Avonds zijn de winkels dicht. En ik werk overdag. Werk ik gewoon. Nou. Dus ik dacht, ik ga online eventjes kijken. Ik vind online winkelen ook heel erg fijn, maar dat is net persoonlijk natuurlijk. Het bestellen beviel me heel erg. Je krijgt een hele mooie doos thuisgestuurd. Die je dan open doet met zo'n vloeipapiertje. En daar zit dan je bestelling in. Dit zijn de twee items die ik ga terugsturen, omdat die niet mooi waren. Ik hou wel twee shirtjes van deze bestelling. En het zijn eigenlijk dezelfde shirtjes. Ik heb een zwarte en een zwart met wit gestreepte. En die zwart met wit gestreepte zit in de was. En deze is net uit de was. Dit is hem. Je kan hem nu niet zo goed zien, maar bij het aanbeeld zou je het beter zien. Hij heeft een hele mooie hals die dus een beetje zo loopt, wat ik heel erg mooi vind. Boothals heet het volgens mij. Gewoon korte mouwtjes, hij zit strak op mijn lijf. Heel erg mooi en chic vind ik het staan. Ik hou hier gewoon van, zulke soort tops. Altijd handig om te hebben bij bijvoorbeeld een leuke speelse broek. En deze waren eerst 8 en nu 5 euro. En dit is gewoon ja, super chill om te hebben. Toen wilde ik uitzoeken hoe ik dus die andere twee spulletjes terug kon sturen. En toen belandde ik op een of andere manier weer op de salepagina en heb ik weer een aantal dingen besteld. Ik weet niet hoe het kan, maar het gebeurde. En ik heb dus nog een bestelling geplaatst. Terugsturen bij Zara kwam ik niet helemaal achter hoe dat kan. Ik had geen account aangemaakt. Je kan dan shoppen zonder account aan te maken. Dat had ik volgens mij gedaan. Dus ik kon niet zien hoe ik het dan moest terugsturen. Ik heb er ook niet heel erg naar gezocht, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik begreep ook dat je het in de winkel terug kan brengen. Dus dat ga ik binnenkort even doen. En ik hoop dat ik dan niet nog meer ga kopen. Maar dat weet je nooit. Maar de volgende bestelling hou ik ook twee dingetjes van. Dus die ga ik ook even laten zien. Als eerst hou ik deze trui. Een hele basic trui eigenlijk. Die eerst 16 euro was en nu 8 euro. Wijde mouwen. Wijde romp. Eigenlijk een beetje een hobbezakje. Maar ik vind dat iedereen een hobbezak in zijn leven nodig heeft. Dus ik dacht, ik hou hem gewoon voor die 8 euro. Is het altijd lekker voor in de winter of van die dagen dat je denkt, ik wil wel iets leuks aan. Ik wil gewoon eigenlijk in pyjama blijven. Dan is dit ideaal. Doe een leuk kettingje bij, een strak broekje. En je bent klaar om de hele dag te chillen. Het is gewoon een basic trui. Ik weet niet wat ik over moet zeggen. Ja, blauw, wit gestreept. Altijd fijn om te hebben. En dan eigenlijk het item waar ik het meeste blij mee ben op die zwarte broek na eigenlijk. Een rokje. Als je mijn complete outfit voor 50 euro van de H&M zag, had je kunnen zien dat ik een heel leuk rokje had besteld. Die een beetje wijd uitliep aan de onderkant, wat je nu heel veel ziet. Maar die was gewoon heel erg kort. Als ik bukte, dan zag je gewoon helemaal billen en dat is niet wat je wilt. En nu zag ik deze dus bij Zara en ik hoopte dat hij lang genoeg was. En hij is lang genoeg, want ik doe dat altijd, ik weet niet of jullie dat doen.
Als ik dan een rokje heb en ik denk, is die te kort? Dan ga ik met mijn rug naar de spiegel staan. Dan buk ik en dan kijk ik onder mijn benen door in de spiegel. En als ik dan niet mijn onderbroek zie, of mijn billen als ik een string aan heb, dan is die goedgekeurd. En deze is dus goedgekeurd, dus daar ben ik heel erg blij mee. Het is namelijk dit rokje. Witroze gestreept. Met hier dus een verticale streep en hier een horizontale streep. En met die uitlopende plooitjes, zeg maar. Ik vind hem super tof. Hij stond ook heel erg leuk. Schijnt wel een beetje door, dus ik moet wel opletten wat ik eronder doe qua ondergoed. Maar dat komt wel goed. En ja, ik vind hem heel erg leuk. Dus ik hoop dat het echt lekker weer gaat worden binnenkort. Dan ga ik deze rocken. Ik ben een rocken. Ik kan niet wachten om deze te dragen. En deze was eerst 30 euro en nu... Ik weet eigenlijk niet bij deze hoe duur deze nu is. Tussen de 10 en de 20 euro. Dus helemaal niet duur. En ja, ik ben er heel erg blij mee. Dan heb ik ook nog een bestelling gedaan bij Zalando. Maar die is nog niet binnen. En ik moest vandaag even deze video opnemen. Omdat ik anders een beetje in tijdnood kom met mooie belichtingen en zo van buitenaf. En ik moet gewoon werken. Bladibla, bladibla. Dus, ik ga je nu, als ik uitgepraat ben, laten zien hoe die schoenen zijn. En ik heb ook één broek besteld trouwens. Dus er komt een soort unboxing tussendoor. En dan zie je de 3 paar schoenen die je kocht en 1 broek met ook geweldige kortingen. Ga ik je allemaal vertellen in het volgende clipje, dus daar komt het. Nou, daar gaan we. Even and odd. Daar had ik witte sneakers. Kijk, zien die klein uit. Maar misschien valt het mee. Die waren 20 euro, niet in de sale verder hoor, maar... Die ga ik even passen. Dan deze doos. Hoppakee. Oeh. Nice. Deze. Van Tamaris. Die waren eerst 80 euro en nu 28 of zo. Ook benieuwd naar. En dan nog één. Hier ben ik het meest benieuwd naar. Ja, leuk. Kijk. Lekker zomers. Die bolletjes. Heel leuk. Die waren ook in de sale. En ook nog een broek in de sale. Dit is een Topshop Joni jeans. Hij ziet er wat klein uit. Deze zijn heel veel goed en lekker. Leuk met die pomponnetjes. Zit dat stevig? Ja. En die kleurtjes hier. Heel leuk. Ja, deze hou ik sowieso. Deze vind ik ook leuk. Die zitten ook goed. Vooral die neus heel leuk. Ja, dit zijn wel fijne schoenen voor in het najaar. Niet voor nu. Deze zitten ook goed, maar ik moet de veters strak aantrekken, waardoor je dit een beetje gaat plooien. Dus ik ga even nadenken of ik dat mooi vind of niet. Verder zitten ze wel heel lekker. En vind ik ze leuk. Dus ik weet nog niet wat ik hiermee ga doen. De jeans ga ik nu even niet passen, omdat het echt 30 graden is en ik daar niet zo heel veel zin in heb. Maar die zal ik op Instagram even laten zien. Of in een Instagram story en anders in een foto. En gisteren bracht ik een pakketje terug bij de Zara. En toen kocht ik nog even iets. Oeps. En dat ga ik nu aan jullie laten zien. Toen ik het pakketje van Zara terug heb gebracht, ben ik even bij de Sissy Boy naar binnen geweest. En heb ik 2 hele leuke dingen gekocht. Dus die ga ik ook even laten zien. Als eerste dit rokje, waar ik heel erg dol ben. Vooral omdat hij heel erg leuk staat. Deze was eerst 70 en nu met 40% korting. Dus was iets in de 40 euro. Wel duur, maar ik vond hem zo mooi. Je gaat het nu zien. Kijk, dit is hem. Superleuk. Hij heeft dus ook net als het andere rokje een beetje dat geplooide hier. Ja, en ik vond hem ook heel erg mooi staan. Met een leuk wit shirt bijvoorbeeld. Of een beetje dat gelige wat erin zit. Like it! En ik kocht dit hele leuke zomerse shirt. Er staat op Tropic met een soort zachte, ja, zachte stof. En deze was eerst 30 euro en nu iets van 23, 24. Heel erg leuk. En dit is het shirt. Tropic. Gewoon basic. Ik zou hem dan in een rokje of in een hoge broek bijvoorbeeld dragen. Oh, gaat mis hier. Oké, een vraag. Zou dit kunnen? Of is het te jolig? Te kleurrijk? Roze, blauw, oranje? Of is het wel leuk misschien? Laat even weten in de reactie wat je hiervan vindt. Was het leuk? Waren het mooie schoenen? Ik ben zo benieuwd. Ik kan echt niet wachten tot die bestelling binnenkomt. Maar dit was de shoplog. Ik ben benieuwd naar jouw favoriete item van deze shoplog. Laat het weten in de reactie. En heb jij nog sale geshopt? Of heb je nog leuke sale shop plekjes die ik moet weten? Laat het me vooral weten, want ik ben dol op sale. En dan wil ik je bedanken voor het kijken. En zie ik je gewoon de volgende keer weer. Want jij hebt natuurlijk geabonneerd daarnet. En anders doe je dat nog heel eventjes. Ja, doeg!